De wilde wingerd, oftewel de Parthenocissus en in dit geval het winterbeeld. En mocht je je overigens afvragen wat dat voor lawaai is op de achtergrond, we staan hier in de informatietuinen in Appeltern. En ze zijn, as we speak, nieuwe tuinen aan het bouwen voor het nieuwe seizoen, dus dan weet je in ieder geval waar dat van komt. Maar even terug naar de wilde wingerd. Hij is geplant aan de achterkant van de muur en je moet dus even kijken. Dit is een van de eerste dikke twijgen die hij heeft gemaakt en die moet je voor de grap eens gaan volgen. Kijk, hij gaat de hoek in, hij gaat naar de lange muur, hij zakt wat, dan gaat hij een heel stuk omhoog, dat bepaalt hij gewoon lekker zelf. Gaat hierheen, de twijgen worden dunner, maar het gaat maar door, het gaat maar door. Uiteindelijk, schrik niet, zijn we op dit punt bijna 20 meter verder. Dus dat kan hij niet alleen horizontaal, dat kan hij ook gewoon de lucht in. Het is een ongelofelijke groeier. En wat nou zo mooi is, dat je tijdens de winter precies kan zien wat hij doet. Kijk, hier zie je zijn zuignapjes. Het is een zelfhechtende plant, dus je plant hem eenmaal en hij maakt allemaal van die nopjes en hij zuigt zich vast. Hij maakt dus geen wortels die echt de voegen ingaan. Nee, hij kleeft vast in je muur en that's it. Dus zelfs als jij een oude muur hebt, schroom niet. Pak een wilde wingerd in plaats van de klimop, hè, die de muur best wel een beetje kan aanpakken. De wilde wingerd gedraagt zich netjes, hij zuigt zich vast en ja, hij regelt alles zelf. Het is gewoon een plaatje en je moet kijken, al die knoppen beginnen nu zo meteen uit te lopen. En ja, wat we natuurlijk wel weten van de wilde wingerd, de herfstkleur is waanzinnig. Maar ja, gelukkig, zover is het nog niet.